Welkom, leuk dat je weer kijkt. Dan zijn we weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdag. Dan is AZ de tegenstander. Een lastige uitwedstrijd voor de ploeg van trainer Rogier Meijer. Dus vandaag werd er nog eventjes goed getraind. In de stromende regen wel te verstaan. Maar wat zien we in ieder geval? Dat Philip Sandler weer op het veld staat. En ook Koki Okawa gewoon weer meedoet. Maar we beginnen maar eens even met die vraag aan trainer Rogier Meijer over die spits. Want 2 dagen werd 3 dagen, werd 4, 5, 6... Waar blijft hij nou? Ja, nee, klopt. Ja, soms lopen de dingen iets anders dan dat je vooraf gehoopt had. Dus we zullen even geduld moeten hebben. Maar wat ik al zeg, Koki is terug. Dus dat is al een positief feit. Is het dan of jullie wel heel dicht bij een spits was, maar dat het dan is afgeketst toch nog op het laatste moment? Nee, op dit moment niet. Alleen soms lopen dingen vertraging op of komt er iets tussen. En ja, daar is wel een beetje geduld moeten betrachten. We zijn daar nog steeds naar op zoek en hebben ook wel onze visengeltjes uitgegooid. Alleen we hebben de vis nog niet op het droge. Nee, maar je hebt er nog wel steeds vertrouwen. Het is nog geen 2 september dat dat wel in ieder geval voor die tijd opgelost wordt. Ja, dat heb ik zeker. Het is volgens mij uit mijn hoofd nog 1 of 2. Dus daar is ook nog tijd voor. Het liefst heb je alles zo snel mogelijk. Alleen die dingen gaan niet altijd zoals je denkt dat ze gaan. Wel goed nieuws voor NEC is dat Koki Okawa in ieder geval weer terug is en dus op de bank zit. Nou ja, zeker. Ik bedoel, het is fijn dat we de spits die we vorig jaar heel vaak gebruikt hebben erbij hebben. En dat geeft je meer opties. Samen met Thomas heb je 2 nieuwe spelers erbij. Nou, jij zei dat hij op de bank startte, dat zei ik niet. Dus ik zei dat hij bij de selectie zat en we zullen zien Volgens mij zei je ook van hij zit op de bank. Nee, jij zei hij zit op de bank en we zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ja, Koki zal niet starten, dat is duidelijk. Er kwam wel een nieuwe speler deze week weer bij. Thomas Ouwejan keert terug in de Eredivisie en heeft zijn plek hier gevonden bij NEC. Dus we zeggen welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb er zin in. Terugkeer naar de Eredivisie, dat zag je wel zitten. Vertel. Dat zag ik inderdaad wel zitten. 4 jaar gehad in het buitenland. Waarbij het toch wel een beetje gaat kriebelen om weer lekker in de Eredivisie te gaan spelen. En daarbij was NEC een hele mooie optie. Waarom toch de Eredivisie? Ik denk vooral het voetballende gedeelte wat ik wel heb gemist. Natuurlijk is dat ook in Duitsland zo, maar in de Eredivisie is het echt puur technisch lekker voetballen. En daar heb ik gewoon weer heel veel zin in. Waarom dan NEC, behalve dat Bram hier zit? Ja, ik denk vooral ook de ambitie wat ze hebben uitgesproken, de potentie wat ik zie in de club. Veel met de leiding gesproken, ook met de trainer. Ja, dat klonk gewoon heel goed en ik ben benieuwd. Kwam je ook hier weer een oude bekende hier tegen natuurlijk, hè? Want je hebt met Bram in Italië gespeeld. Had je daarvoor al een beetje contact met hem? Want jullie kennen elkaar volgens mij best goed, hè? Zeker, maar we hebben sowieso eigenlijk sinds die tijd in Italië altijd contact gehouden. En toen NEC belde heb ik wel even een paar keer met hem aan de lijn gehangen, ja. Ja, hij was niet al een keer eerder dat hij zei van god, als je toch een keer terugkomt, dan is dit een leuke club voor je. Ja, we hebben sowieso een groepsappie nog met die gasten van Udinese, met de Nederlanders. Dus Ter Haven zit daar ook in. Dus wij zitten nu ook al bij hem van kom nou terug. Maar dat is wat moeilijker geloof ik. Maar af en toe zit hij wel te polsen. Ja. Dat kan hier zomaar zo'n reunietje worden dus bij Nijmegen, begrijp ik. Zou heel gezellig zijn. Ja, in de voorbereiding, ook afgelopen wedstrijd, zagen we het, hè, die dode spelmomenten. Hè, daar werden veel fouten gemaakt. Hè. Hebben ze daar dan deze week nog extra op geoefend? Ja, daar hebben we wel bij stilgestaan, maar dat doen we eigenlijk elke week. Hè, omdat dat natuurlijk niet 1 keer zeg is en het is klaar. Dus daar hebben we elke week aandacht voor. En daar hebben we uiteraard ook gehad na de wedstrijd van Twente. En dat is eigenlijk net met alle andere onderdelen van het spel. Dat analyseer je, daar spreek je over en dan ga je het verbeteren. Nou, dat hebben we dit ook proberen te doen en uiteindelijk moeten we het beter uitvoeren. Andere speler nog, wie we nog even moeten benoemen, Philip Sandler. Die zit er ook weer gewoon bij. Nee, die is er morgen nog niet bij, maar dat gaat wel de hele goede kant op, zou ik maar zeggen. Dus ik verwacht zonder gekke dingen dat hij volgende week een heel stuk verder is. En dan zullen we zien hoe dat er voor Zwolle voor staat, maar tegen AZ is hij er niet bij. Wij zijn na afloop bij Twente ook wel dat je ook veel goede dingen erin zag. Hè? Ondanks dat het een puzzel is wie je liever niet op die manier legt. Dus dat wekt wel vertrouwen voor je richting AZ. Ja, ik denk dat we zeker de hele fase van de wedstrijd tegen Twente ook gewoon goed gevoetbald hebben. En daar hebben we ook onze kansen in gecreëerd. Nou, morgen is een andere wedstrijd. Hè. AZ thuis is natuurlijk super lastige tegenstander, ook een goede ploeg. Alleen wij willen veel dingen op dezelfde manier doen als tegen Twente. En een aantal dingen zal beter moeten. En daar hebben we ook vertrouwen in.
Goed, het voordeel ten opzichte van vorige week. Er is wel een spits bij, want Koki Okawa zit dus gewoon op de bank. Philip Sander nog niet. En op de bank ook Thomas Aubameyang, die eventueel kan invallen. Daarmee moeten we het morgen in ieder geval gaan doen tegen AZ. Kunnen niet bij zijn. De wedstrijd is natuurlijk weer live op de radio bij RN7. Onze collega's zijn erbij. En je maakt het mee 2 keer 3 kwartier. En wij zijn er heel snel natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Ik zeg graag tot dan.